Suriname organiseert op 31 oktober, 1 en 2 november de internationale Bioplateau-conferentie. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zei gisteren tijdens de regeringspersbijeenkomst dat deze conferentie die Suriname in samenwerking met Frankrijk, Indonesië, Afrika en Brazilië organiseert, zich richt op het beheer van de Marowijnenrivier. Het Bioplateau-project heeft als doel om oplossingen te vinden voor uitdagingen op het gebied van waterbeheer, klimaat en duurzame energie. Het project is in 2019 opgestart en we gaan door tot 2026. En de focus is vooral overstroming, klimaat en schoon water. Dus dat is een driedaagse conferentie dat hier wordt georganiseerd. En het hoogtepunt zal zijn ondertekening van een overeenkomst om die samenwerking te verlengen. Dan hebben we ook de samenwerking met onze buurlanden Frans-Guyana en Brazilië vanuit OE versterkt. En u weet, ik was een week terug in Nederland en daar hebben we de samenwerking met instituten met wie we samenwerken ook versterkt middels de MOU's of gewoon persoonlijk bezoek. De minister ging ook in op de problemen die zijn ontstaan met vuilophaal. Hij zegt bezig te zijn de knoop door te hakken met het ministerie van Financiën, zodat de betalingen kunnen plaatsvinden. U weet, het probleem van vuilophaal heeft gewoon te maken met betalingen. Dus ik zoek nog wat rekruimte morgen. Als heel veel bedrijven wat betalingen hebben gehad en kunnen ademen, dan zal de opdracht worden gegeven dat iedereen vuil ophaalt. Dus ik doe een beroep op de bevolking om voorzichtig te zijn met vuil. In veel buurten is er de afgelopen weken geen vuil opgehaald. Volgens minister Noor Mohammed moet de situatie binnenkort genormaliseerd zijn.